Van de bijna 12.000 vragen die het Nederlandse publiek aan de wetenschap stelde en die opgenomen zijn in de Nationale Wetenschapsagenda, ging een groot aantal over een fundamentele vraag. Hoe doen we goed onderzoek? En hoe vaak moeten we experimenten herhalen voordat we overtuigd zijn van het resultaat? Neem nou het volgende onderzoek. Een groep van 229 universitaire studenten wordt in twee groepen gesplitst. De eerste groep moet zich de 10 geboden herinneren, terwijl de andere groep terug moet denken aan de 10 boeken die ze op de middelbare school hebben gelezen. Hierna moeten ze 20 puzzels maken in 4 minuten. En daarmee kunnen ze geld verdienen. Iedereen mag daarna zelf aangeven hoeveel puzzels ze goed hebben gemaakt. Welke van deze twee groepen denk je dat sneller vals speelt bij het aangeven van hoeveel puzzels ze goed hebben gemaakt? Groep 1, de groep die zich voorafgaand aan de test de 10 geboden moest herinneren. Of groep 2, de groep die zich moest herinneren welke 10 boeken ze op de middelbare school hadden gelezen. Denk er even over na. Ja, je verwacht natuurlijk dat mensen die dan over de 10 geboden hebben nagedacht, dat die minder snel vals zullen spelen. En dat bleek ook uit een Amerikaans onderzoek uit 2008. Maar niets blijkt minder waar. Dit jaar bleek uit een replicatieonderzoek in 25 laboratoria in 14 verschillende landen met maar liefst 4.647 proefpersonen dat dit verband niet gevonden werd. Ik ga in Den Haag vragen hoe het kan dat deze resultaten zo verschillen. Ik denk de hoeveelheid mensen. Als je een grotere groep neemt, dan kan het ook veel meer afwijken van elkaar. Ik zou zelf dan toch denken aan tijdsgeest. Ik denk zelf omdat religie wat minder belangrijk wordt gemaakt. He, dus dat mensen ook los van geloof toch hun waarden en normen ontwikkelen. En gewetensfuncties hebben. De houdbaarheid van kennis bestaat natuurlijk ook. Binnen een paar jaar is gewoon heel veel onderzoek achterhaald. Blijken dingen toch weer nog complexer of anders in elkaar te steken. Als je bepaalde onderzoeken zodanig inricht, krijg je ook de resultaten die je wil. Maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is om onderzoek te herhalen. Om te controleren wat andere mensen doen. Wil je nou meer weten over dit soort onderzoeken? Kom dan naar de Nacht van de Wetenschap op vrijdag 5 oktober. Onderzoeker Judith Terschuren van het Centrum Wiskunde en Informatica legt je dan uit hoe je dankzij statistiek nog beter onderzoek kan doen.